Nu met de eindexamens achter de rug gaan er natuurlijk heel veel scholieren op zoek naar een vakantiebaantje. Om even wat bij te verdienen om die perfecte vakantie in Spanje te betalen. Ik vraag mij af, kunt u zich nog herinneren wat uw eerste vakantiebaantje was? En verdiende het eigenlijk wel wat? We gaan het u vragen vandaag op de markt in Schagen. Ik was ijsmaker op de zuivelfabriek op Terschelling. Hoe oud was u toen? 14 denk ik, 15 misschien. Verdiende het een beetje? Dat weet ik niet meer, maar het niet veel meer dan een euro in het uur volgens mij. Uiteraard, ja. Wat dacht jij? Op de knieën op de bouw. Ja, en geld verdienen, hè? 50 jaar terug. En hoeveel verdiende dat? Weet je het echt weten? Ja. 5 gulden een uur. 50 jaar terug. Als je het nu vergelijkt, denk ik dat ze het niet aankomen. Hoe oud was je toen? 15 jaar. Nou, dat kan ik me niet meer herinneren hoor. Dat is zo'n tijd geleden. Jeetje, dat is lang geleden. Vakantiebaantje, ik denk oppassen. Die heb ik nooit gehad. Nee? Nee, ik ging met 15 jaar de deur al uit, huis en school. Toen ging ik naar Ermelo en psychiatrisch ziekenhuis werken. En dat was het begin. Ja, dat was, ik kom uit Rotterdam oorspronkelijk, dus dat was in de kassen van het Westland, tomaten plukken. Ik heb nooit vakantiebaantjes gehad, maar ik had wel een stiefvader, die had een bedrijf, een aannemer in Dirkszorre. En die liet maar stenen wikken en beton. Het hele zwembad van Dirkszorre heb ik beton ingestort. De molen aangemaakt, kruiwagen gedaan, hij heeft dan strak gestreken, maar ik heb alles gedaan daar. Ik zag het een jaar of 10 terug op de dorpsfilm, ik denk verdomme, daar loop ik joh. Mijn eerste vakantiebaantje, ja, dat was in de kerstvakantie, kerstbomen sjouwen. Dat weet ik wel, maar dat was niet in Schagen. Was... En hoe oud was u toen? 13, een beetje, ja. Net op de ambachtsschool toen de tijd. Ja, het was een banketbakkerij. En dat was alleen niet in de vakantie, maar ook zaterdags en vrijdagavonds. En hoe oud was u toen? 16. Nee, ja, 16 jaar. En dat was hartstikke leuk. En wat deed u? Ook in een banketzaak. Dus ook... Heeft u elkaar daar ontmoet? Nee, nee. Via de handbalvereniging. Dat was bij een slagerij in Hilversum. Ik kom uiteindelijk uit Hilversum. En dat was heel jong, 15 jaar of zo. En haren moesten vast. In die jaren had ik lange haren moesten vast. En het was allemaal alleen maar snijden. Hè. Verder mocht je nog niks. Maar wel leuk. Dus niet bollenpellen zoals in deze streek zo vaak is. Er was geen sprake van het bijbaantje. Nee, want dat ik bij de telefonisch kwam was 1956. En hoezo een bijbaantje? Nee, dat was ik niet bij, want je moest keurig naar school. En in de vakantie, nou ja, dan mocht ik thuis blijven. Dan had je een paar weken vakantie. En vooral braaf doen wat papa en mama zeiden. Voor de rest geen bijzonderheden. In mijn vakantiebaantje, ik kom van een boerderij, dus ik moest altijd meehelpen. Dat was mijn vakantiebaantje. Verdiende het wel wat? Wat? Verdiende het wel wat? Ja, je kreeg er, je werd in natura uitbetaald en mijn kleding en zo. Dus dat was mijn bijverdienste. Nou, ik heb eigenlijk nooit geen echt vakantiebaantje gehad. Nee. Ik heb altijd zo, ik ben op mijn 16e begonnen met werken, dus... Mijn vader had een boerderij, dus we waren altijd thuis bezig. Ook in de vakantie. Ja. Verdiende u daar wel wat mee of niet? Nee, we konden zelfs niet bij voetballen. Want zaterdag moest er ook gewerkt worden. Dat was aardappels rooien op de knietjes op het land. Verdiende het wat? Nou, dat weet ik niet meer, want ik moest geld afdragen aan mijn ouders. Ik was toen 10 jaar. 10? 10 jaar, ja. Dat is wel heel jong. Ja. Ik was bij een supermarkt. 6 weken. Dus dat weet ik me nog goed herinneren, ja. En hoe oud was u toen? Toen was ik net 14. En toen kreeg ik 9 gulden in de week. Dat was heel leuk. Nou, ik ging meteen bij een vaste baan werken. U heeft nooit vakantiewerk gedaan? Nee, ik kan me niet herinneren tenminste. Ja, dat was in de bollen. Ja,
Hoe oud was je toen? 12. Heel jong, ja. Weet je nog, verdiende het wat? Nou, dat weet ik niet meer. Niet zo heel veel, maar het was leuk dat je zelf geld verdiende, ja. Ja, dat weet ik nog wel, ja. Hoe oud was je toen? 15, denk ik, ja. En wat deed je? In een kledingzaak. Ook, ja. Op vrijdagavond en zaterdag overdag. Ja. Verdiende het wat? 5 gulden per uur toen de tijd. Dus nou ja, had je 50 gulden voor 's avonds en overdag zaterdags. Dat was in Beverwijk. Ik kom oorspronkelijk uit Beverwijk vandaan. En dat was bij een, dat heette toen nog de Gruiter. Een kruidenier. Ja. Hoe oud was u toen? Toen was ik 16. Verdiende het wat? Nee, heel weinig. Heel weinig, maar het was wel leuk om gewoon een eerste baantje te hebben en wat geld voor jezelf. Ja. Weet u het nog? Ja, zeker. Ik was toen 14 jaar en ik hielp iemand op de markt. En die had, dat was een groenteman, en die had ook een steentje met allemaal die pinnetjes. Daar had hij een hele stand van en daar mocht ik dan de speldjes dan verkopen. Dus dat was mijn eerste baantje eigenlijk. Ja.